Humphrey-John is gisteren gekozen tot het nieuwe dorpshoofd van het inheemse dorp Bernharddorp in het district Wanica. Bij de verkiezingen waren er 3 mensen die zich kandidaat hadden gesteld voor de functie van dorpshoofd. John haalde 468 stemmen, Marushka van der Kloos haalde 202 en het vorige dorpshoofd Lloyd Banda haalde 76 stemmen. John zegt dat hij zich kandidaat heeft gesteld omdat in de afgelopen 11 jaren er weinig voor het dorp is gedaan. Na zijn installatie als dorpshoofd liggen er al enkele plannen uit te voeren. Ik ga me meer focussen op education voor de jongeren. Omdat ik van oordeel ben dat wij inheemse toch heel laag geschoold zijn. Nu heb je een paar die in de middelbare school zitten. Maar dat is ook alles. Ja. Ik bedoel, ze moeten hoger gaan, universiteit, HBO-opleiding. En dan om hun plaats op te eisen in het klein maatschappij. Dus dat wil ik eigenlijk doen. Maar dat is een lange termijn project. Okay. Die uitgevoerd moet worden. Daar wil ik naartoe gaan met hun. Omdat ik vind dus dat wij inheemse, wat dat betreft, op de laatste plaats zijn. Ondanks ze dan toch de eerste bewoners zijn van Suriname. John gelooft dat alleen door educatie een individu zijn of haar plaats kan opeisen in deze maatschappij. Hij vindt dat in de afgelopen jaren ook weinig gecommuniceerd is met het volk van het dorp. Tijdens zijn zittingsperiode wil John daar verandering in brengen. Je kan zeggen dat Bernardorp staat eigenlijk 11 jaar lang draaide Bernardorp op stationair. Ja. En u gaat ook dus beter werken aan de communicatie met het volk? Dat is sowieso. Kijk, wanneer u dan toch wil dus dat het volk achter u staat, dan is het zo, dan is het van belang dus dat je dan toch het volk met alle projecten waarmee we bezig gaan zijn. Dus dat ze zichzelf ook in die projecten kunnen vinden. John is ingenomen dat de mensen van het dorp hun vertrouwen op hem hebben gesteld.